De manier waarop ik werk, waarin ik zeg maar, kijk naar de structuur van de muziek en de karakter van de muziek en de manier waarop de muziek in elkaar is gezet, hoe er over componisten over is gedacht, lijkt het mij als filmmaker alleen relevant om met die muziek te werken vanaf het moment dat de film geboren is. Dus dat is eind vorige eeuw, begin van deze eeuw. Dus in die zin begint eigenlijk mijn interesse qua filmen bij Mahler. En dat kun je ook zien in zijn symfonieën, dat zo tegen de tijd van de zevende symfonie, wat hij ergens zo in 1906 componeert, 1906, 1907, dat je daar ook voelt dat een medium film aanwezig is. En dat is dan heel sterk natuurlijk bij de andere componist op dat moment in Wenen, Schönberg, die in 1908 door de tonaliteit breekt. En dat is ook het moment van de geboorte van filmmuziek. Tak! En weer een sheet. Dat is dit spul hier. Kijk, dit is film. Dat kun je in het licht houden. Stockhausen. Kijk, dat is weg en dat is jammer. Want ik heb heel lang het gevoel gehad dat de esthetiek van film, ik gebruik nog steeds heel veel filmmateriaal, omdat het net als olieverf of zo, dat heeft een bepaalde esthetiek. Zoals die verhalen van de Indianen, weet je, dat een beeld wordt gevangen en dan vang je ook de ziel. En ik heb altijd het gevoel gehad dat de ziel meer gevangen werd hierdoor dan met dit ding hier, dat is een kast, dat is de computer. En daar zit het beeld nu in en je kunt het niet meer vastpakken. Ik geloof niet in de illustratie van muziek. Wat is muziek? Stravinsky zei al, muziek drukt alleen zichzelf uit. Je kunt wel kijken naar de manier waarop muziek in elkaar zit. En dat dan vervolgens transformeren naar de manier waarop je een film maakt. En dan heeft film natuurlijk zijn hele eigen wetten. Want het gaat via het oog. Als je die twee dan bij elkaar stopt, beeld en muziek, op die manier gedacht, ontstaat er plotseling iets nieuws. Dat 1 plus 1 is 3. Het is niet alleen maar plat een illustratie. Het is een nieuwe entiteit die door het gelijkwaardig gebruik van beide disciplines ontstaat. Je hebt interviews gedaan, films gemaakt met Stockhausen, Berio, Boulez, Andriessen, Cage, Reich, Glas. Mahler en Schönberg waren al dood. Zappa ook. Maar goed, je had wel toegang tot hun materiaal. Omdat op het moment dat de componisten in de gaten krijgen, dat je op een manier bezig bent met film maken die naast hun manier van componeren staat, ontstaat er natuurlijk een interesse van kunstenaar tot kunstenaar. En met name die componisten in deze eeuw begrijpen heel erg goed dat we in een multidisciplinaire samenleving wonen. Dit apparaatje is een recorder, DVCAM recorder, een digitale recorder. Hier kun je dus broadcast quality, uitzendkwaliteit, mee opnemen. Vanuit de computer. Dat is voor mij een totale revolutie natuurlijk. No conception of the structure, the sound of music, the rhythmic structure, the whole is a whole change from the older stuff. Wat ik nu doe in het Holland Festival is wat ik nu wat ik noem een docura. En dat is het idee om de muzikale performance zoals wij die altijd kennen, van je hebt een ensemble en dat speelt, te verbinden met een medium film. Maar op een gelijkwaardige manier. Dus dat je afwisselend documentaire film hebt en live performance. Op een gelijkwaardige manier, waardoor er een hele nieuwe uitvoeringspraktijk ontstaat. En dat kan. We hebben het een paar keer eerder gedaan met een nieuw ensemble, ook met korte stukjes van Elliot Carter en korte stukjes film ertussen. En het interessante is dat wat Elliot schrijft is behoorlijk gecompliceerde muziek. Maar ja, wij zitten als mens ook behoorlijk gecompliceerd in elkaar. Hij reflecteert dat in zijn muziek. Sinds 1982 werk ik aan het grote Elliot Carter portret. Omdat dat ook een portret is van de 20e eeuw. De man is 93 jaar oud. Heeft de hele eeuw meegemaakt. En heeft heel veel mensen ontmoet die kwaliteit ook in zich hadden. Joyce, Stravinsky, Picasso.
Balanchine, noem maar op. Componisten die ik uitgekozen heb zijn dermate interessant en hebben dermate kwalitatief doorgewerkt perspectief dat ik daar enorm veel van opgestoken heb. Het is nu alleen maar de vraag wat ik er nu mee ga doen natuurlijk, weet je wel.